Hallo jongleurs, we gaan vandaag jongleren met vier ballen. Jongleren met vier ballen ziet er zo uit. Als je goed kunt jongleren met drie ballen, dan is vier natuurlijk een leuke mooie uitdaging. Jongleren met vier ballen, dan doe je eigenlijk twee ballen in de ene hand en daarnaast twee ballen in de andere hand. Dus de ballen kruisen nooit. Zoals je ziet, die in mijn rechter en mijn linker blijven in hun eigen hand zitten. Daarvoor is het belangrijk dat je eerst goed leert jongleren met twee ballen in één hand. Je gooit de ballen van binnen naar buiten, dus vanaf je navel omhoog, vanaf je hand vangen. Dus niet naast elkaar, ook niet van buiten naar binnen. En al helemaal niet naar jezelf toe. Want je zal merken, met vier ballen is dat een stuk lastiger. Natuurlijk ook met je andere hand. Eerst twee worpen. Als het goed gaat, bouw je op met vier worpen. En pas als je met allebei de handen comfortabel 10 worpen kan doen, zonder te hoeven lopen of te hoeven cruiseren, pak je alle vier de ballen erbij. Vier worpen achter elkaar. Rechter ballen gaan naar de rechterhand, linker ballen gaan naar de linkerhand. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En als het goed gaat, loop je door en door en door. Je kunt met vier ballen ook synchroon gooien, dus allebei de handen tegelijk. Dat is ietsje moeilijker. 1, 2, 3, 4. Van buiten naar binnen. In columns. Of in columns synchroon. Er zijn veel variaties mogelijk, allemaal vanuit het basispatroon. Ik wens je veel succes met vier ballen.